Goeiedag en welkom bij Het Debat. Ons onderwijs is gratis, het is kosteloos, zo staat het in de grondwet. Maar iedereen weet, er zijn veel extra schoolgebonden kosten. Zo kwam deze week een schooltje in Aalter in opspraak in het parlement omdat het een zogenaamde dutjestax aanrekent. Kleutertjes die 's middags willen slapen, dat het vraagt om een lokaal, een toezichthouder en verwarming. Dat is dan 1 euro per dag voor de ouders, klonk het. Het brengt ons bij een debat over de maximumfactuur. Die bestaat voor het kleuter- en het lager onderwijs, niet voor het middelbaar onderwijs. Nochtans kost een leerling daar gemiddeld 945 euro per jaar. Waarom bestaat het daar niet? Een debat erover tussen meerderheid en oppositie. Bij mij aan tafel, wie hier nog niet is, is Vlaams parlementslid Caroline Genee. Die zit vast in het verkeer, kan de beste overkomen. Maar wel al aan tafel twee collega-parlementsleden en allebei leerkrachten. Meneer Laremans van het Vlaams Belang. Leerkracht, welk vak, welke school? Ik gaf Nederlands en Duits in Sint-Genesius Rode. Ik heb ook nog andere scholen gedaan, maar dat was het grootste deel van mijn carrière. In het middelbaar, dus Duits. 4-5-6 middelbaar, ja. Loes van Drommel, pedagoog, maar ook lang lesgegeven. Ja. Het was ooit mijn droom om les te geven aan de lerarenopleiding, maar ik vond dat ik misschien toch eerst wat ervaring moest opdoen. En ik ben gestart in 2003 in een technische beroepsschool in Ieper, waar ik vakken gaf als omgangskunde, psychologie, pedagogiek en stagebegeleiding. Ja, des te interessanter wanneer we twee mensen hebben die ook in het werkveld hebben gestaan of nog zullen staan misschien later om te praten over onderwijs en dan wel over die maximumfactuur. Eerst om wat duiding en stand van zaken. We zullen het straks hebben over wat jullie allebei kennen, het middelbaar onderwijs. Nu eerst even over kleuter- en lager onderwijs en dan die maximumfactuur. Grondwettelijk is basisonderwijs kosteloos. Moet dat toegankelijk zijn voor iedereen, zo is er geen inschrijvingsgeld. Maar er geldt wel een maximumfactuur. Waarover gaat het dan? Over welke kosten gaat het dan voor de kleuter en het lager? Vroeger was het er niet en waren alle scholen verschillend. En men heeft dan onder Pascal Smet of toch meer dan 10 jaar geleden, denk ik, heeft men dan beslist van we gaan toch ergens een plafond zetten om die uitgaven te beteugelen. En voor kleuters is dat dan vastgelegd op 45 euro per schooljaar. En voor de lagere school op dubbele, op 90 euro. En ja, daardoor heb je natuurlijk minder vrijheid voor de scholen om uitstappen en zo verder allemaal. En met de bus ergens naartoe, naar het theater. Ja, we moeten daar ergens de vinger op de knip houden. Ik ga even naar u van. Hoe wordt dat, of hoe werd dat bedrag dan bepaald? Het ene 45, het ander 90. Van waar komt dat? En wat valt daar bijvoorbeeld niet onder? Wel, er zijn eigenlijk verschillende zaken. Men zegt het onderwijs is gratis. Het is bepaald van de onderwijsdoelen en de eindtermen, wat je eigenlijk nodig hebt om die te bereiken. Daarvan zegt men dat moet eigenlijk gratis zijn. Daarnaast heb je een aantal zaken die eigenlijk het onderwijs wat aantrekkelijker maken, zoals een uitstap, een bezoek ergens aan toe. En dat is gelimiteerd. Men zegt wel, 1 jaar gratis zwemmen moet wel kunnen, om net die eindterm van het leren zwemmen te kunnen bereiken. Ja, maar voor de duidelijkheid, zwemmen bijvoorbeeld, een zwempak en zo meer. Het hoort een stukje tot de eindtermen, dan ook weer niet de kosten van sommige scholen schrappen het dan, de dure zwemlessen. Terwijl je zou denken, dat is een basiskunde, iedereen moet kunnen zwemmen. Ja, maar 1 jaar gratis zwemmen is eigenlijk, dat ligt vast. Dat moet men kunnen aanbieden. Dat is trouwens iets waar veel scholen over soms wat verkeerd in zijn door het aanbieden van zwemmen gedurende 6 jaar. Maar eigenlijk zegt men, je moet gedurende 1 jaar gratis zwemmen aanbieden. Maar eigenlijk in principe moet je op 1 jaar leren zwemmen. Ja, 1 jaar leren zwemmen moet het gratis aangeboden worden. Daarnaast zijn er heel wat mogelijkheden. Ik ken heel veel voorbeelden van mijn lokaal, waar we bijvoorbeeld een rulwinkel hebben, waar er materiaal aangeboden wordt, zoals een zwempak of zwemvliezen of dingen. Om tegemoet te komen aan die leerlingen aan die kosten, dan problemen hebben. Maar je hebt dat ene stuk, dat gratis, dan de maximumfactuur, die bepaalt van, kijk, sommige zaken, zoals uitstapjes enzovoort, dan heb je die 40 euro en die de 45 euro en die 90 euro. Dat is bepaald op het aantal activiteiten die gaande zijn, natuurlijk. Merk je dat in een schoolomgeving? Jullie hebben allebei lesgegeven dat je moet binnen die maximumfactuur blijven als het gaat over schoolgebonden kosten. Wordt er soms gediscussieerd van, dit hoort bij de schoolkosten, dit valt niet onder die factuur. Een meerdaagse uitstap bijvoorbeeld. Een meerdaagse uitstap in principe niet. Zeker bij de kleuters wordt dat al niet gedaan. Ja, dat is echt meer voor de lagere school. Maar die vallen er buiten. Dus de
echt lang, bijvoorbeeld die sneeuwklassen en zo, dat valt buiten die maximumfactuur. Dus dan moet men oplossingen vinden om die leerlingen, want dat valt meestal bij tijdens de lessen, om die leerlingen te ondersteunen die het moeilijk hebben. En dat werd vroeger al gedaan. Bij ons was dat een spaarsysteem. Men moest van in het derde studiejaar beginnen sparen voor de sneeuwklassen in het zesde. Ik weet niet hoe men dat nu doet, maar men moet natuurlijk proberen van die allemaal mee te krijgen. Maar er zijn een hoop... Want wie thuis het niet breed heeft, die gaat dan niet mee skiën. Ja, maar eigenlijk klopt het zelfs niet helemaal, want je hebt dus die maximumfactuur van 45 en 90 euro, maar daarnaast heb je nog een zogezegde minder scherpe. Ja, de minder scherpe, tot 440. Maximumfactuur. En dat zijn eigenlijk voor zaken zoals meerdaagse activiteiten. En dat kun je niet verplicht worden als kind om als leerling daar naartoe te moeten meegaan. Maar daar ligt de limiet wel op 440 euro en dat is over de hele school. Lagere school, hè? Tot en met ook het middelbaar, of de lagere school. Nee, de lagere school. Tot de lagere school. Dat geldt niet voor kleuteronderwijs, maar omdat daar ook heel weinig buitenschoolse meerdaagse activiteiten zijn. Maar het is wel zo dat je 440 euro per kind over het hele jaar, van 1 tot 6 kunt... Daar ga je niet ver mee skiën. Als je dat zou meetellen. Ik weet het niet, maar al doet men inspanningen om daaraan tegemoet te komen. Hebben jullie als leerkrachten het zelf, daar heb ik het wel even natuurlijk over het middelbaar onderwijs, waar we straks naartoe gaan, maar het gaat over het principe, het zelf meegemaakt dat je te maken hebt met een groep waar je een aantal leerlingen herkent van ja, daar hebben ze thuis niet breed en die moeten de knip op de vinger houden. Absoluut. Men heeft ook, die problematiek is natuurlijk zeer scherp geworden de laatste 5 jaar, misschien ook de laatste 10 jaar. En dan heeft men ons ook duidelijk gemaakt, er zijn te veel leerlingen die moeilijk hebben om dat te betalen, of ouders. Dus wij moeten in plaats van 3 dagen ergens naartoe te gaan, maar 2 dagen. Hè, wij gingen naar Antwerpen met de school op stadsklasse met het vierde middelbaar. Ja. Ja, te veel klachten over de facturen. Dus hebben we dat van 3 dagen naar 2 dagen gebracht. En dat is vervelend voor de leerlingen, leerkrachten die een mooi programma willen uitwerken, want dat willen we nog doen en dat willen we nog doen. Maar ja, je moet ook begrijpen dat het moeilijk is voor die ouders. En daarom gaan we misschien ook moeten nadenken over hoe gaan we het in het secundair doen. Moet daar ook een soort maximumfactuur hebben. Daar kom ik meteen, want in het secundair bestaat het tot nader order niet, daar komen we dadelijk op het terug. Herkent u het, een leerling in de klas waarvan u zegt, ja, die kan ik, daar traceer ik een probleem thuis en die moet... Ik denk dat elke leerkracht dat een beeld heeft van iemand die in de klas zit, die het wat minder gemakkelijk heeft. En dat is soms zelfs voor vrienden van mij, als je daar dan over vertelde, van in elke klas zit er wel iemand met een probleem die het op het einde van de maand de eindjes niet zo goed meer aan elkaar komen. Maar je ziet het niet altijd. Ja, en dat is ook voor de ouders van de medeleerlingen. Die beseffen dat soms niet. Dat is iets wat eigenlijk wel inherent aanwezig is. Dus alleen al erover praten, het erkennen, is iets wat heel belangrijk is. Ik had een directeur bij mij, waar ik les gaf, die daar heel, heel fel mee bezig was. En die ook probeerde om eigenlijk ons als leerkracht bewust te maken van wij zijn een kostenbewuste school. Hij heeft ooit in klasse een artikel gehad om als voorbeeld te dienen. En dat is eigenlijk hetgene wat de voorbije jaren ook is verder uitgerold. Dat wij moesten eigenlijk voor elk initiatief dat we starten, moesten we een soort plan opmaken, een financieel plan, van hoeveel zou dat kosten voor een leerling om daaraan deel te nemen. En op den duur had je eigenlijk voor het hele vak dat je gaf en voor de hele opleiding een overzicht van dit zal het kosten om eigenlijk aan deze school deze opleiding te volgen. Alles netjes opgeleid. En dat is iets wat wij met CD&V heel belangrijk vinden, dat er een transparantie is, dat je als ouder ook heel goed weet van dat is hetgeen wat ik mag verwachten. En ik leg misschien de link. Ik ben schepen van jeugd geweest en ik... In een Poperingen. Ja, in Poperingen, staat Poperingen. En daar was mijn doelstelling om zoveel mogelijk leerlingen ook naar de jeugdbeweging te halen. Want ik zag in een sociale woonwijk dat het echt wel problematisch was. Dat er van de 100 kinderen er eigenlijk maar 2 in de jeugdbeweging zaten. En dan ben ik in gesprek gegaan met de ouders en de onverwachte kost was eigenlijk voor hen de reden waarom dat ze niet in de jeugdbeweging wilden stappen. Dus omdat je schrijft je in en dat was misschien maar 40 maar dan euro. En verplaatsing, maar dan een keer gaan zwemmen, op kamp gaan. En als ik dan altijd aan mijn kind moet zeggen van ja, vandaag is het betalend of neem 2 euro mee, we gaan iets bakken of zo.
Dat is confronterend dan. Die financiële drempel. Waar je aanvankelijk niet aan denkt als schepen waarschijnlijk, van dat voilà. Een drempel is. Ja, ook als ik ben jaren in de jeugdbeweging gezeten, maar dan, dat zijn staat zaken... Er niet bij stil, ja, dus dat is heel belangrijk, dat je eigenlijk ook vanuit die ervaringsdeskundigen, de mensen die zelf dag in dag uit constant moeten gaan tellen om rond te komen, dat we daar eigenlijk gaan leren van hoe kun je dat gaan meenemen op school. En u bent hier aan tafel degene met de meeste ervaring in het onderwijs. Het netwerk tegen armoede zegt dat de schoolkosten gedurig stijgen, dat die alsmaar toenemen. Kan u dat bevestigen vanuit uw ervaring? Ik heb natuurlijk geen ervaring op de financiële dienst van mijn school. En als leerkracht hou je daar zoveel niet mee bezig, want de facturen moet iemand anders verzorgen. Ik onderbreek u even. Mevrouw Genee, schuift u gezellig aan. Ja, niet alle begrip, we weten wat de situatie in Brussel is, wat ook zo gezegd. Dus het was receptie op het Koninklijk Paleis. De gestelde lichaam. Het is zo makkelijk om weg te raken. Ja, want we voeren ons af, Vlaamse parlementsleden worden die ook uitgenodigd door die Belgische vorst. Het federale gaan sowieso. En van het Vlaamse parlement, de leden van het bureau. Ah, ja. Ik denk dat de vorst ook wel weet dat we in een federaal land leven en dat die deelstaatparlementen even belangrijk zijn dan die staan op hetzelfde die niveau. Federale... Die staan op hetzelfde niveau, dat is ons... Dat weet de vorst ook, denk ik. Wel, maar u komt op een goed moment. We hebben even in kaart gebracht hoe het zit met de maximumfactuur die bestaat voor kleuter- en lager onderwijs. Beide collega's zijn ook leerkracht geweest of tot zeer recent nog leerkracht. En hebben kunnen vertellen of getuigen vanuit hun eigen ervaring hoe sommige leerlingen werkelijk moeten passen voor activiteiten en dergelijke meer. Omdat men het thuis niet breed heeft. Ja. Dus tot daar. Ik kan misschien meteen tot het punt komen, we zitten met twee leerkrachten middelbaar onderwijs ook, over de maximumfactuur die niet bestaat voor het middelbaar onderwijs. Ik begin dan bij u. Hoe komt dat het daar niet bestaat? Dat is vreemd. Ja, in het middelbaar heb je natuurlijk verschillende studierichtingen en heb je ook verschillende kostprijs afhankelijk van een technische richting is duurder, beroepsrichting, waar meer materiaal nodig is. Maar toch denken wij vanuit SPA dat zeker in het middelbaar ook die maximumfactuur wenselijk is. Want je mag nooit de portemonnee van de ouders, de studiekeuze van een kind laten bepalen. En het is nog niet eens zo lang geleden dat ik een moeder tegenkwam die drie kinderen heeft. De oudste studeert voor kapster. De middelste die wilde graag boekhouden, fiscaliteit volgen. En de kleinste, zijn droom was eigenlijk om kok te worden. Oei, dat is en dat is een zeer dure opleiding. En de moeder getuigde van, hij zal iets anders moeten kiezen, want dat zit er niet in. Dus wij houden toch echt het pleidooi om de scholen voldoende te financieren, zodat de factuur niet naar de ouders wordt doorgestuurd. Want kinderen die graag leren, die de studiekeuze die ze zelf leuk vinden, die kunnen kiezen, die presteren gewoon beter. En daar hebben we in ons onderwijs, maar ook in onze samenleving later, echt belang bij. Ja, dat lijkt voor zich te spreken. Waarom is CD&V tegen die maximumfactuur voor het humaniora? Wel, ik gaf les in een school waar zowel een kapsteropleiding als een koksopleiding werd aangeboden. Dus ik herken dat zeker de koksopleiding was een hele dure, tegen dat je het set messen had. Zou je dat niet kunnen spreiden op schoolniveau, die kosten, en dat elke richting evenveel kost? Of? Maar eigenlijk, ik denk, als we een maximumfactuur invoegen, dan zijn die excessen ook. Want het belangrijkste waarom wij met CD&V toch wel opmerken dat de kost die er is voor onderwijs, dat we daar zeker moeten aan werken en zeker ervoor zorgen dat elk kind gelijke kansen heeft, gelijk welke thuissituatie. Maar dat zou kunnen met zo'n factuur? Ja, maar natuurlijk, de onbetaalde facturen blijven wel bestaan. Het is niet omdat er een maximumfactuur is dat die onbetaalde facturen blijven bestaan. Dat is punt 1. Punt 2, denk ik, dat we moeten gaan nadenken over een gedifferentieerd beleid ten aanzien van toelages die ouders krijgen bij keuzes die gemaakt worden. Dus als je kiest voor kok, die opleiding kost veel meer dan bijvoorbeeld fiscaliteit, dat je dan eigenlijk ook een gedifferentieerde toelage krijgt van de overheid, aangevuld op kinderbijslag. En dat is nu niet het geval. Dat is nu kan, niet dat, het geval? Kan dat ook tegemoetkomen aan het probleem dat u schetst dan via de ouders, via de toelage? Dat is alvast beter dan de huidige situatie waar de schooltoelage niet gekoppeld is aan de kostprijs van de opleiding. Maar eigenlijk vinden we dat een suboptimale oplossing. Weet u waarom? We hebben ook scholen, heel veel scholen doen keiveel inspanningen om de kosten te drukken. Maar er zijn ook scholen die zeggen, als dat toch via de schooltoelage wordt gecompenseerd, dan hebben wij geen enkele drijver om nog op die lagere schoolkosten te werken. En dus, je moet ingrijpen aan de bron met die maximumfactuur,
of misschien zelfs met gratis onderwijs. Dat zou eigenlijk, zoals in onze grondwet staat, het geval moeten zijn. Maar dan moet je natuurlijk aan scholen voldoende financiering geven om ook het materiaal dat nodig is om die eindtermen te bereiken, om dat diploma te kunnen halen, om daaraan te kunnen voldoen. Dus ik vind onderwijs misschien wel het belangrijkste naast gezondheid van alle gemeenschapsvoorzieningen. En ik vind dat we daar als overheid, we investeren veel, maar je mag nooit de kostprijs laten domineren op de schoolkeuze van een kind. Uiteraard niet in het kleuter en basis, maar eigenlijk geldt datzelfde principe ook voor het secundair. En er zijn goede aanzetten, ik denk dat Loes dat ook weet. Bijvoorbeeld in Antwerpen zijn de provinciale scholen die vaak bijvoorbeeld koksopleidingen hebben of duurdere richtingen aanbieden. Zij werken met een systeem van maximumfactuur op vrijwillige basis en gerelateerd aan de kostprijs van de opleiding. Dus er zijn stappen die gezet worden, maar ouders en jongeren zijn afhankelijk van de goodwill van een school. En wij vinden dat alle jongeren in heel Vlaanderen dezelfde kansen verdienen en dat een opleiding ook overal hetzelfde moet kosten, bij voorkeur zo weinig mogelijk, bij voorkeur gratis. Ja, meneer Laremans, hier horen we over de toelagen, ze bij via de ouders, daar aan de bron bij de scholen. Jullie, Vlaamse Belang, zijn een gediversifieerde factuur. Ook voor de maximumfactuur, omdat die werkt in het lager onderwijs. In het begin was er ook tegenstand tegen, hè, want je gaat de vrijheid van de scholen inperken. Een karkan waar men dan in zit. Het plafond dat men daar opgelegd heeft. Als men dat naar de middelbare wil verplaatsen, zit je dus met al die verschillende richtingen. Maar we vinden dat dat toch moet kunnen. Dat je eventueel misschien begint met de eerste graad, omdat dat nog vrij makkelijk overzichtelijk is voor iedereen, dat men daar zou starten van kunnen we het daar niet proberen met zo'n maximumfactuur. En daar zal ook al een verschil op zitten tussen bepaalde beroepsrichtingen. Stel maar dat je kok wil gaan doen en zo heb je natuurlijk een andere situatie. En dat men daarna probeert dat verder uit te rollen, maar je moet het uiteraard evalueren. Ik heb de ervaring dat directies in de lagere school toch in staat zijn om die kosten daardoor naar beneden te drukken. Van kijk, wij gingen normaal met de bus naar het cultureel centrum met onze kinderen, maar nu gaan we allemaal te voet, want die bus kost zoveel. En op die manier blijven ze onder dat plafond. En men kan dus op die manier toch wel de kosten drukken. En je hebt dan een plafond dat je moet in de oog houden. En nu is het in middelbaar, noemt men dat, een bijdrageregeling. Ja? Dus dat gaat zoveel kosten. Dat weten ze al iets, die ouders. Dat is nu verplicht dat dat erbij moet staan. Ja. Maar ik denk toch dat het beter is dat men dat gaat vastleggen. En misschien is het moeilijk om dat meteen uit te rollen voor de hele, omwille van de complexe situatie in de hele middelbaar. Maar ik ben er wel voorstander van dat. Want ik even naar mevrouw Genees, zo'n maximumfactuur. Lieven Boeven bijvoorbeeld, katholiek onderwijs is geen voorstander. Zegt ook uit ervaring, zegt die, meent hij te kunnen zeggen dat het, ja, je wordt in een bepaald karkan geduwd als school. En uiteindelijk zullen ouders via alternatieve circuits de wafelenbak, de spaghettiavond, toch naar middelen zoeken. Men zoekt wel het geld wanneer het er niet mag zijn. Ja, vandaar dat wij ook zeggen, effectief, als je zo'n maximumfactuur invoert, dan moet je ook voldoende extra financiering aan de scholen geven. Toen destijds door Frank van den Broeke de maximumfactuur is geïntroduceerd, is die ook gepaard gegaan met 80 miljoen euro extra werkingsmiddelen voor de scholen. En die zijn natuurlijk door de volgende regeringen bespaard. Men gaat nu ook weer besparen in het secundair onderwijs. Dus je kan natuurlijk de scholen niet eerst op droog zout zetten en dan zeggen, oké, rekent nu maar door aan de ouders. Dus eigenlijk zit heel het systeem op vlak van transparantie van schoolkosten en betaalbaarheid van onderwijs toch nog te veel in een schemerzone. En de eerlijkste en eigenlijk simpelste oplossing is dat je aan ouders kan zeggen, laat uw kind vooral kiezen wat hij of zij graag doet, wat aansluit bij zijn talenten en interesses. En wij gaan als school niks extra aanrekenen aan jou als ouder. Ik denk dat dat in een regio die zo afhankelijk is van de hoofden en de handen van de jongeren, dat zijn onze enige grondstoffen, dat we daar toch volwaardig op dat betaalbaar onderwijs moeten inzetten. En de maximumfactuur is een zeer efficiënt instrument, maar men mag gerust een stap verder gaan en niks doorrekenen aan ouders wat ons betreft, om de eindtermen te behalen. Want je diploma, dat moet eigenlijk zonder drempels haalbaar zijn voor jongeren. Er was laatst veel te doen, in de loop van vorige week, over een schooltje in Aalter, dacht ik dat een dutjestaks aanrekende, 1 euro, omdat kindjes zelfs 's middags werden te slapen gelegd, daar is toezicht nodig, en verwarming, klonk het. Ook de boterhammentaks, wanneer er toezicht is bij kindjes die 's middags iets eten,
Minister Benefits haalde daar vrij fors naar uit. Hij zei daar ook over die kleutertjes. Er is 70 miljoen euro meer, er komt 100 miljoen euro aan. Maar de school verdedigde zich en zegt, ja, dat is een werkelijke kost van mensen en middelen. Kan dat, zo'n dutjestaks? Wel, misschien om te starten wat ons standpunt daarin is. Als een kind moe is of ergens zich te slapen wilt leggen, dan denk ik dat dat moet kunnen. Vanuit onze fractie vinden we het heel belangrijk dat er geen twee soorten leerlingen bestaan. Een A-leerling die wel betaalt of wel een ticketje heeft om ergens te slapen, om een tutje te doen. En een leerling die het niet mag doen omdat zijn ouders het niet betaald hebben. Dat is iets, in elk geval wat helemaal niet kan. Maar het is natuurlijk de werkelijkheid voor die school is dat daar een extra toezichthouder moet zijn, een extra lokaal. Wat is het probleem eigenlijk ook? Dat binnen onderwijs hebben we middelen die toegewezen worden om onderwijs uit te voeren. En er zijn heel wat taken die daar onder vallen. Slapen staat daar nu eenmaal niet onder. Dat staat niet in de eindtermen. Ja, dat staat niet in de eindtermen. Ja. Maar natuurlijk, ja. Dat is belangrijk, hè? De eigenschap van een kleuter is nu eenmaal dat hij wellicht soms nog wat moe is en zich graag ergens wil te slapen leggen. Dus dat is een eigenheid van die kleuter. Wat moet die school dan doen? Mag ze het bedrag niet aanrekenen? Maar wel die wat kost? Is het punt eigenlijk? Tussen welzijn en onderwijs zit er soms zo'n grote gap dat men eigenlijk gaat kijken van wat is dat een dutje doen in de klas? Is dat nu een onderwerp dat hoort bij onderwijs of bij welzijn? En de middelen die dan gegenereerd worden, elke kleuter genereert middelen, die zouden dan niet mogen ingezet worden om dat dutje te doen. Maar dat is nu eenmaal inherent aan kleuter zijn. Dus eigenlijk dat klinkt ook, het begint wat absurd te klinken. Ja, natuurlijk. Het is waar absurd. We nu over bezig zijn, kun je dat niet overregulering ook tegenover budgetten. Dus eigenlijk mag het kind een dutje doen? Ik denk dat ik het gewoon deed toen. Ja, ik denk dat het evident is dat je dat niet doorrekent. Bovendien, wie zal daar de scheidsrechter zijn als een kind echt moe is, dan valt hij gewoon met zijn hoofd op de bank in slaap. En ik denk uitgerust zijn, dat geldt voor volwassenen ook. Als je uitgerust bent, dan presteer je beter. Je kan niet leren met een lege maag. Je kan niet leren als je oververmoeid bent. Dus dat is eigenlijk mee, zou dat moeten deel uitmaken van waar scholen recht op hebben om aan te bieden. Ik denk dat het alles staat of valt, de gemiddelde directeur rekent niet graag een dutjestaks aan. Dat is ook administratie. Wie gaan we nalopen? Ja. Hoe vaak heeft het kind geslapen? Enzovoort. Dus ik denk dat je daar gewoon moet een rem op zetten, moet verbieden dat dat wordt doorgerekend. Omdat het absurd is dat wat de dutjestaks betreft, wat de boterhammentaks betreft, we willen met z'n allen dat ouders met z'n tweeën gaan werken. We mikken op een werkgelegenheidsgraad van 80% van de Vlamingen. Ja, dan kan je niet je kind aan de schoolpoort ophalen 's middags. En je zou eigenlijk moeten evolueren naar een gezonde maaltijd voor elk kind op school. En nu reken je al eerst de kosten aan om te mogen aan in de refter aanzitten. Ik wil daar even op inpikken. Ik ga dan naar u, meneer Laren. Dus geen dutjestaks, uiteraard. Daar moeten kinderverzorgsters bij, daar kom ik zelf eens op. Maar dat je alles gratis maakt, vind ik ook niet goed. Bijvoorbeeld kinderopvang. Ja, dus bewaking, voorschools, naschools. Dit gaat over de middagtaks. Ja, maar de middagtaks, dat moet ook niet doorgerekend worden, vind ik. De meeste scholen doen dat ook niet, denk ik. Maar ze zijn er niet wel. Ze zijn er niet doen. En de ene school van mijn kinderen deed het wel. En dat was een stuk duurder dan de andere school, die deed het niet. Dus ik vind ook dat ze het beter niet doen. Maar er zijn zoveel regionaal verschillen. Ja. Ik stond ervan versteld. In West-Vlaanderen is het een gewoonte dat leerlingen over de middag warm eten. Ja, in de rest van Vlaanderen helemaal niet. Dus dat is al een heel verschil. En dat is iets wat ik ongelooflijk belang. De school wordt van dat aan te bieden en dat heeft een maar prijs. Dat is de autonomie van de school. Ja, dat is hoe dat men zichzelf kan organiseren. De ene biedt warm eten aan, de andere niet. Ook de organisatie van een klas aan zich. In sommige scholen, in sommige dorpsschooljes, heb je wel de mogelijkheid om een leerling even te slapen te leggen. In grotere klassen, in grotere omgevingen helemaal niet. Dus de autonomie van de school vind ik daar zo belangrijk in. Dat we niet alles vanuit Brussel gaan regelen, van Vlaanderen breed is het zo geregeld om terug te komen op die maximumfactuur van daar pas. We hebben het gehad, u vertelde u gaf aan van we nemen de bus in de plaats van, of we gaan te voet om in de bus te nemen. Ik kan u voorstellen, of ik weet niet, als u op bezoek komt in Poperingen, dan neem ik u ook mee naar Roesbrugge. Jullie gaan op bezoek effectief naar Poperingen? Ja, met de commissie onderwijs. Allemaal naar Poperingen. Dan daag ik je uit om een museum te bezoeken, te voet, met de kleuters. Dat gaat niet. Dus er is nood aan een gedifferentieerd beleid. In mijn broer
broer is directeur in een school in Gent. Ja, die leerlingen kunnen heel gemakkelijk met de tram, maar ja, die kunnen ook gratis. Maar er mocht even naar u, want er waren scholen die toch echt te veel vroegen. Maar daar moet je toch een klein beetje naar opzetten. Want u wou een kanttekening maken wat mevrouw Genee zei. Zij zegt dat bijna alles gratis geeft, ze gratis warme maaltijd. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat zou ik optimaal vinden, maar absoluut geen tax doorrekenen om een plekje in de Refter over de middag. Dus dat vind ik onaanvaardbaar. Ja. En het is wel zo dat op de meeste plaatsen bestaat. En het wordt eigenlijk duurder en duurder. Weet u waarom? Omdat in het verleden de meeste gemeenten ook nog bijsprongen. Met gesubsidieerde contractuelen, via mensen die in een PWA-statuut werkten. Ook dat heeft de regering afgeschaft. Dus nu zijn er minder mensen die aan een klein loon toch die opdrachten uitvoeren. Die vallen er allemaal uit. Dus wat doet de school of wat is de school genoodzaakt om te doen? Weer de kosten extra doorrekenen aan de ouders. En dat is een spijtige evolutie. Ja, we hadden dus die vraag over die dutjestaks gebruikt om dan te horen hoe zit het nu met de kinderverzorgsters in de kleuterklas. Want minister Wijts die helpende handen. Die helpende handen. En als iedereen die denkt aan helpende handen, die denkt aan personeel. Aan een mens, ja. Aan mensen, ja. En wat heeft minister Wijts nu gezegd op de vorige week? Ja, we gaan eind januari komt het geld op de rekening van de scholen. De helft van die beloofde 70 miljoen komt bij de scholen. Dat is dus vandaag. Ja, dus vandaag. En ik dacht, ja, dus gaan we eindelijk kinderverzorgsters kunnen aanstellen. Want op dit ogenblik zijn die normen veel te moeilijk. Kun je een school van 90 leerlingen heeft recht op... Laten we zeggen, 10 uur, nog geen 10 uur kinderverzorging. Dat is veel te weinig. Maar dat geld komt eraan, zou je zeggen dan? Dat is dus niet juist. En ik wou daarom een nieuwe vraag indienen in de commissie, maar ze is voorlopig geweigerd. Ik zal ze moeten schriftelijk stellen. Het probleem is dat het enkel werkingsmiddelen zijn die nu vrijgekomen zijn. En kan dat niet naar personeel gaan? De vraag is, hoe kun je daar personeel mee aanwerven? En dan blijkt dus dat het sinds 2012 kan dat je met werkingsmiddelen ook personeel kunt laten betalen door Brussel die dat dan terugvordert. Zeer omslachtige procedure. De meeste directies weten daar niet van. En bovendien, die personeelsleden, kinderverzorgsters, die daar dan mag staan bij in een instapklas, wat zeer echt wel welkom zou zijn, die kan daar niet in benoemd worden in die uren. Dat zou moeten dat je dus elke school van quasi 90 leerlingen een voltijdse kinderverzorgster in dienst mag nemen. Dus ik hoop dat er ook personeelsmiddelen worden ingezet daarvoor. Maar dan gaat de discussie ook over die middelen die vrijgemaakt worden. En voor het basisonderwijs tegen 2024 zal dat recurrent 100 miljoen zijn. Mm-hmm. Maar eigenlijk gaat het erover van, mogen we die middelen dan ook inzetten voor zaken die eigenlijk niet onderwijsgerelateerd zijn? En dat is een discussie die moet gevoerd worden met alle partners, met iedereen die rond tafel zit, alle netten, koepels enzovoort. Want daarover gaat het precies. Dat wou ik daar pas ook uitleggen. Want er wordt heel vaak gekeken... Kijk naar het antwoord van de minister over de boterhammentax en de dutjestax. Die geeft ook aan van, ja, we moeten in gesprek gaan met de minister van Welzijn. Want is de factuur doorschuiven naar Welzijn. Maar daarmee is die kleuter en die ouders en die leerkrachten zijn daarmee niet geholpen. Het is alvast, dus, zoals meneer zegt... En gelukkig wat is het... zegt is heel erg juist. Ik denk dat er een combinatie moet zijn tussen maximale autonomie voor de school... moet bijvoorbeeld voor dat dutje, moet het in een aparte klas, kan het in een bijklasje... Daar hoeven wij in Brussel ons absoluut niet mee te bemoeien. Hetzelfde geldt voor die boterhammentax. Schaf dat af, verbied dat. Dan kan dat niet doorgerekend worden als dat in de regelgeving staat. Maar de manier waarop dat scholen zich organiseren, ja, dat weten de directies en de leerkrachten beter dan de parlementsleden of dan de minister, om het simpel te zeggen. Dus zorg dat die middelen er zijn. En dat is wel onderwijsregelgeving, omkadering, werkingsmiddelen. Ja, we moeten gewoon zorgen dat die middelen die vrijgemaakt worden voor dat basisonderwijs, dat die te besteden zijn, zowel naar personeel als naar werking. Ja. En dat de school... Het is allemaal vrij... Dat vind ik wel een belangrijk, want binnen het regeerakkoord staat er heel uitdrukkelijk dat er gekeken moet worden om meer samen te werken over de beleidsdomeinen heen. Waar dat hier het gaat over welzijn en onderwijs. En dan is een heel belangrijk, bijvoorbeeld ook de overdracht tussen de kinderopvang en het eerste kleuter of de peuterklas. Waar dan men eigenlijk, ja, na normeringen en zo, is dat ook helemaal verschillend. Van hoe kunnen we dat veel beter op elkaar laten aansluiten? Dat die warme overdracht tussen die twee beleidsdomeinen, waar dat een kleuter eigenlijk helemaal niet van wakker legt, of dat die nu betaald wordt door welzijn of door onderwijs. Maar ik vind dat boven de hoofden die overdracht van, die moet beter
geregeld worden. Maar eens dat een kindje op school zit en leerplichtig is, evident. Maar ook daarvoor, vind ik dat onderwijs bevoegd moet zijn en dat welzijn niet meer moet cofinancieren. Ik denk dat we daar vanaf moeten. Even bij afronden hier. Het is inderdaad beleidsdomein en zover omslachtig. Je moet ervoor naar school geweest zijn, zou ik zo zeggen. Kort een vraagje, meneer Laremans, voor u. Wat je ook hoort bij scholen is dat ouders, dat je een gezinssituatie hebt van twee verdieners. Grootouders werken nog. Moeten de school de carrière van de ouders zeg maar faciliteren door te zorgen voor warme maaltijden, opvang, sportactiviteiten, ontwikkeling en zo meer? Ik vind dat niet. Als je trouwens te veel allemaal zou betalen, ik geef maar voor- en naschoolse bewaking. Er zijn kinderen van 2,5 jaar. Dan kan ik maar zeggen dat de school een bepaalde totaalfunctie krijgt, waar ook elementen van welzijn en opvoeding. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat ouders te gemakkelijk gemaakt wordt om een kind van 2,5, van 7 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds in de bewaking te zetten. En ze gaan dan nog het laatste uur liefst zelf naar de winkel, zonder dat die kleine erbij is. Dus dat kind zit daar een volledige dag. Ja. En dat vind ik niet goed. Als dat dan allemaal gratis is, dan zeg je, wat kan gratis? Dan heeft men er geen respect voor. En dan, doe maar op. Hè. We hoeven dat kind hier niet af te halen. Ik vind, geef de mensen misschien ook de keuze, als ze met een aantal jonge kinderen zitten, om deeltijds betaald te worden. Dat is ons voorstel van een opvoedersloon. Diegene, de ouder die thuis blijft voor kleine kinderen. Ik vind dat zeer waardevol als men die keuze maakt. Dat die dan een halftijds leefloon of zo krijgen. Op die manier zou je toch ook een stuk verantwoordelijkheid bij de ouders leggen. En nu kan dat allemaal niet. En we zitten in een te jachtige maatschappij. De jachtige maatschappij, mevrouw Genea, kantelen ouders of de samenleving te veel af op die scholen? De school moet alles doen, hè? Opvoeden en zo meer. Dat is niet de taak van de school om de volledige opvoeding over te nemen. Maar ik zie wel een complete schooldag waar ook ruimte is voor rust, voor spelen, voor huiswerk, zelfstandig werken. Ik zie dat niet als een dienstverlening aan ouders, ik zie dat als kansen voor kinderen. Omdat ik heel erg geloof, en cijfers bewijzen dat kinderen uit kansarme milieus gewoon veel minder kans hebben om ook naar die sportclub te gaan. Dat die ook veel minder geholpen worden met hun huiswerk en zo thuis nog meer achterop raken. Dus als je zou zeggen, oké, die naschoolse opvang, al dan niet met een bijdrage, die laat ook toe dat kinderen zelfstandig leren werken, wat ze geleerd hebben op school, zelfstandig inoefenen. Maar als ze die hulp nodig hebben, die ze thuis niet kunnen krijgen, dan kunnen ze die op school wel krijgen. En dat creëert gelijke kansen. Iets anders is ouders die negligent zouden zijn of hun kind verwaarlozen. Dan zijn er wel andere instanties om op te treden. Maar mijn ervaring is dat de meeste ouders die quality time met hun kind, dat die daar wel bij wijze van spreken alles voor zouden opgeven. Maar dat de carrière en gewoon de noodzaak om brood op de plank te krijgen, dat die vaak vraagt dat je met twee gaat werken. Mm-hmm. En wat meneer zegt is waar. Thuiswerk is ook zinvol voor ouders, maar laat mensen daar vooral zelf voor kiezen. En als ze liever gaan werken, dan moet de samenleving, de gemeenschap, ook de kansen voor de kinderen niet hypothekeren. En moeten we dus ook voor dat sterk onderwijs en die betaalbare naschoolse en kwaliteitsvolle naschoolse opvang zorgen. Want over kansen, ik was vrij onder indruk van het cijfer dat 10% van het armste segment van de jongeren doorstroomt naar ASO. 10% uit het hoger, rijker segment, zeg maar, 88%. Ja, dat is dus in die zin krijg je onderwijs dat een sociale positie heeft. Dat is op twee snelheden echt. Hè? Dus dat is het meest schrijnende, vind ik, in een rijke regio als Vlaanderen, dat we er niet in slagen om talenten van kinderen maximaal te laten bloeien en te laten renderen. Terwijl ze deze bevestigd worden in een sociaal-economische situatie dus, door iets wat verheffend zou moeten zijn, de school. Onderwijs zou een kansenmotor moeten zijn, is ook decennia lang met de emancipatie van de kinderen van de arbeidersklasse echt een motor voor vooruitgang geweest, maar ook voor economische versterking. En nu, de laatste 20 jaar, zien we dat die kloof groter wordt, dat er inderdaad 17% van de jongeren die het middelbaar verlaten, dat die eigenlijk niet in staat zijn om de meest basic dingen in de samenleving te doen, de bus te nemen, een rekening te openen. Ja, en dat zijn vaak vogels voor de kat in het echte leven. En dat zijn inderdaad kinderen uit kansarme milieus. En daar moeten we toch iets aan doen, want zo creëer je generatiearmoede. Ja. Mevrouw, ik zie u knikken en voor de gelegenheid geven we de meerderheid het laatste woord. U bent zelf leerkracht geweest. Heeft u dat gemerkt tot 2012, dacht ik? Hè? Ja. Heeft u dat gemerkt, die evolutie? Ik denk dat wie dat niet ziet, dat onderwijs echt wel
een voedingsbodem kan zijn voor leerlingen die het wat moeilijker hebben. En die, maar dat die kloof daar groter ja, wordt? Ja, die kloof is er altijd al geweest, denk ik. En wat we nu zien, is dat je hebt de gok- en de cismiddelen, waar men eigenlijk een debat wil. De Floor vraagt om daar wacht, een keer gok, grondig... cis, Floor? Ja. Dat zijn, de gelijke kansenmiddelen en middelen die gebaseerd zijn op de sociaal-economische status. Dat men eigenlijk extra middelen krijgt als school om net die leerlingen met die beperkte of met die kenmerken, dat die eigenlijk extra middelen krijgen daarvoor. Ik wil wel waarschuwen dat we niet mogen zeggen dat iemand die die kenmerken heeft, automatisch ook minder kans maakt om te scoren. Nee, hij heeft kansen en we moeten die maximaal benutten. Daarover gaat het. Het debat dat nu moet gevoerd worden is van hoe zetten we die middelen in of hoe zetten de scholen die middelen in. De Floor vraagt daar ook een conceptueel Vlaamse debat. De Vlaamse Onderwijsraad. De Vlaamse Onderwijsraad, ja, onderwijs en afkortingen. En ik denk dat we daar effectief goed moeten over nadenken van wat werkt goed. En wat wij heel belangrijk vinden is dat het onderwijs op maat is. Dat eigenlijk je aandacht hebt voor elke individuele leerling met zijn kansen, met zijn beperkingen, met zijn talenten. Dat je voor elke leerling eigenlijk de juiste oplossing probeert aan te bieden. Maar zeker die hok- en cismiddelen niet alleen inzetten voor taal, want dat is ook soms iets wat aangebracht wordt, maar eigenlijk voor de brede ontwikkeling van de leerling en de brede ondersteuning. En dat elke school kan kiezen hoe dat ze die middelen dan effectief gaat inzetten. Ja. En dat is voer voor debat in de commissie, die dus binnenkort in Poperingen op bezoek komt, komt in de school. Dames en heren, dank u wel om hier aanwezig te zijn. U ook om te kijken. Volgende week is er opnieuw debat. Maar in afwachting wens ik u een deugddoend weekend. Tot volgende week.